We bevinden ons in de stand van Farmport NV. Is het Farmport NV? Goedenavond, meneer. U mag me corrigeren, hoor. Het is eigenlijk andersom, NV Farmport. Het staat er niet als zodanig, maar formeel is het NV Farmport. Ja, ja. U staat ook op de jaarbeurs. Het is de vierde dag natuurlijk. En de beurs is niet onbekend voor u. Hoe heeft u dat nu te ervaren? Wisselend. De eerste paar dagen, eerste twee dagen vond ik eigenlijk weer tegenvallen. Maar sinds gisteren merk ik gewoon dat het toelopen wat beter is. Ja. Goed, NV Farmport staat ook op de beurs. Wat voor diensten hebben jullie van het jaar te bieden? Farmport staat bekend om zijn met name de herbale producten en zelfmeetapparatuur. Kunnen we misschien even rondlopen? We hebben nu bijvoorbeeld een inruilactie voor mensen die een oude bloedglucosemeter hebben. Die kunnen ze inruilen tegen de nieuwe AP Plus voor 100 SRD. De normale prijs, als ze inruilen, is het nog eens 15 SRD korting. Daarnaast hebben we de bloeddrukmeters, wat ook door onze collega's van MyLab wordt gebruikt. Zoals ik zei, bekend om de herbale producten, de Killing Pill. Tegen de nierstenen is een van de bekendste producten, waar het eigenlijk ooit een beetje mee begonnen is, het herbale gedeelte. En daarna is het uitgebreid met allerlei andere dingen. Bijvoorbeeld afslankpillen. Het zijn geen chemische dingen, het zijn allemaal natuurlijke producten. De welbekende vitamine C 1000 met ook vitamine E, B3, B6 en B12. Er is een heel groot groep in Suriname die een tekort heeft aan B12. Dit kan daarbij helpen. En dat is ook een van de vitaminen, wat ze noemen essentiële vitaminen, die door het lichaam opgeslagen kan worden. De pastilles, u mag ook proberen straks. We hebben met mint, dat helpt om een opgeblazen gevoel of maagklachten te verminderen. Gember, om keelklachten te verminderen. We hebben ook koenier of turmeric eigenlijk met tamarinde. Dat eigenlijk als een soort detox werkt om lever en bloed te reinigen van gifstoffen. En daarmee dus onaangename geuren te verminderen. Intermed is onze zusterbedrijf. Die leveren ons bijvoorbeeld de dispensers. Die bieden wij ook aan op de beurs voor 250 SRD per stuk. Dat zijn nieuwe, geen gebruikte. Want dat hadden we in het verleden ook wel. Dit zijn allemaal actieprijzen in verband met de jaarbeurs? Dit zijn allemaal actieprijzen. De meeste prijzen zitten zo rond de groothandelsprijzen. Sommige ietsje eronder, soms ietsje erboven. Maar wel speciaal beursprijzen. U heeft het gehoord, kijkers, verschillende producten tegen verschillende aandoeningen. Wat opvalt zijn producten tegen niersteenpijnen, vetverbrandingspillen, vetophopings om dat te verminderen. Ik zie lichaam tegen lichaamspijnen enzovoorts enzovoort. Allemaal op de jaarbeurs. Hoe kunt u hier terecht voor het inruilen van uw bloedsuikermeter. En u krijgt dus ook nog een korting indien u een nieuwe aanschaf. Heb ik dat goed gezegd? Het heeft helemaal correct. Ja. Prima. Mag ik iets benadrukken? Ja, ja, ja. Farmport doet mee aan vaak sociale projecten. Een van de dingen die wij doen is een gemeenschap van Guyabe ondersteunen. Met de zeep die ze maken. Het heette eerst Guyabe, de naam is veranderd naar Yatrova, omdat de naam verwarring bracht. Daarmee stonden we ook op de Meter Surinamebeurs. We hebben nu een variant met tonka bonen, die een natuurlijke vanillegeur geeft aan de zeep. Die heeft ook actieprijs, 10 SRD per stuk en 3 voor 25. Zoals ik zei, we doen mee aan sociale projecten. Dus in ons stand ziet u dan ook de masseurs van Stichting Shiatsu. Ja, van Stichting Shiatsu. Die normaal gesproken ook op Klevia Park aanwezig zijn elke zondag. En met deze beurs hebben we hun ook de gelegenheid gegeven om op de beurs deel uit te maken van de groep. Mensen dus kunnen ook in de stand van Farmport terecht voor een massage geboden door de Stichting Shiatsu.
Verder zie ik dus ook dat Clevia Park er staat. Zou je me kunnen vertellen wat zij allemaal te bieden hebben? Met Clevia Park willen we beogen om mensen bewust te laten maken over gezonde voeding en gezonde leeftijden. Met name willen we benadrukken gewassen die in Suriname groeien. Het is niet altijd van oorsprong, maar ook de bevolkingsgroepen die van verschillende werelddelen zijn gekomen, hun producten hebben meegenomen. En dat proberen we op het Clevia Park dus ook te benadrukken waarom het goed is. Daarnaast beogen we ook om lokale productie te stimuleren door inderdaad producten af te nemen van lokale producenten. Een van de dingen die we ook benadrukken is honing. Honing wordt vooral als zoetstof gebruikt. Alleen in koffie of thee, als het warm wordt, verliest het de waarde. Honing zou je dus er niet mogen verhitten boven de 37 of maximaal 40 graden. Want dan behoudt zijn voedingswaarde. Okay, maar dat is echt iets nieuws. Want meestal zetten we het in onze thee en meestal als de thee heet. Klopt. Dus dat is iets dat we daar altijd verkeerd deden. Om de voedingswaarde van honing te behouden, mag je het niet verhitten. Als zoetstof mag dat. Maar dan verliest het waarde. Want dan, je denkt dan misschien, ik gebruik honing omdat het beter zou zijn dan suiker. Maar op dat moment is het zelfs als suiker, want het gebruikt als zoetstof. Mineralen meestal niet, maar eiwitten en vitamine die gaan kapot als ze verhit worden. Dus. Dat is ook voor mij een beetje natuurlijk thuis voor de mensen die ook kijken naar het programma. Dan weten jullie dat nu ook. Ik zie ook dat jullie heel wat bankjes hebben tentoongesteld, gemaakt van pellets. Is dat een speciale betekenis? Intermet Groep importeert producten uit het buitenland en wij kregen altijd pellets mee. En het idee is gekomen om de pellets in plaats van weg te gooien, opnieuw te gebruiken. En het ziet er heel aantrekkelijk uit. Kindersetjes, barset. We hebben niet alles hier uitgesteld. We hebben gewoon tafels, eettafels met eetstoelen. Om in ieder geval de afvalberg te verminderen door gebruikt hout weer een nieuw leven te geven. Goede waste management. Zijn de producten daar ook te koop? Ze zijn te koop, alleen wat hier staat niet. Het assortiment wat hier staat of eventueel andere producten, die kunnen besteld worden. Prima. Goed, u heeft het gehoord, kijkers, in de stand van Varenpoort samen met Stichting Shiatsu Massage en Clevia Park Suriname kunt u terecht. Het is een stand waarbij dus u terecht kunt voor verschillende herbale producten indien uw lichaamsklachten heeft en verschillende ziektes, maar ook voor het krijgen van verschillende lokale producten en ook nog voor massages. Zijn de massages zijn ze tegen betaling? Ja, uiteraard. Ja. Het is eigenlijk een bijverdienste voor de blinden.